Goedemorgen, wij hebben iets heel leuks weer vandaag. Net als vorig jaar, de dag hebben we, waar vooral ik heel erg naar uitkijk elk jaar. De Efteling, de Efteling. We zeggen, in de Efteling voelt iedereen zich gelijk. Miljonair. En de Efteling krijgt twee attracties. Eén attractie die gebouwd wordt en eentje die niet gerenoveerd, maar aangepast wordt. Die ook een andere naam krijgt. De Bobbaan wordt, krijgt een nieuwe naam. Gaat Max en Moritz heten. Een tweereisbaan, dus een twee banen naast elkaar hebt, wordt dat. En de Efteling is bezig aan zijn 30ste sprookje in het Sprookjesbos. Dit gaat heten De Zes Zwanen. Ik heb het YouTube-kanaal van de Efteling heel goed in de gaten gehouden. Dus als het goed is, zijn ze er al heel druk met de bouw bezig. En als het goed zeg, zijn ze najaar, dit jaar, is hij klaar als ik het goed zeg. Maar mijn mama en ik zijn twinsies, want we hebben hetzelfde shirtje aan. Alleen niet van mama is iets donkerder dan mij. En dit jaar ben ik van plan om een nieuwe pin voor mijn collectie te krijgen. Ik heb hier de rest. Daar heb ik aan een speciaal keycord hangen die ik vorig jaar heb gekocht. Ik heb één dubbele, die hangt hier bovenin. Dat is vrouw Holle. En ik hoop op of de Bremer Stadsmuzikanten, Baby Gijs of de Gelaarste Kat. Dus wij zijn nu onderweg. Zien jullie dadelijk als we in de Efteling zijn. Oh, nou, ik moet jullie trouwens nu nog iets heel leuks vertellen. En dat ga ik jullie dadelijk ook even laten zien. Ze hebben speciaal voor alle medewerkers een heel groot glas- en loodraam in het intreegebouw laten bouwen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, hoe dat eruit ziet. Oh ja, en dat hebben we net even thuis al gefixt, dat ze dat voor ons klaar gaan leggen. Wij gaan vandaag de wonderlijke wandelroute lopen. Ik zal je straks filmen als je bij de gast, gastservice staat. Heel leuk. Tot zo. We zijn bij de Efteling. Hier achter mij, je moet zien, is het nieuwe glas in loodraam. Dat is speciaal ontworpen om de medewerkers van de Efteling te bedanken voor jaren goed werk. Wij gaan nu naar de gastenservice, wij gaan de onderlijke wandel. Jongens, we zijn in de Efteling, dingen. Dit jaar is er een nieuwe functie bijgekomen. Dit is de Twinkeltoorts van Pardoes. We hebben dit jaar de interactieve Twinkeltoorts. Dus we kunnen hiermee met dit kaartje kunnen zien waar we heen moeten lopen. Er staan dit soort punten, als je de Twinkeltoorts ervoor houdt, dit krijg je punten. Allemaal effecten door het park heen. Nou, gaan we het proberen. Illumina, ja. Fantasia, Symbolica! Gaan we dat doen? Shit. Ik heb een andere kleur moeten gebruiken. Ja. En andere kleuren. Ja, leuk. Gaaf, hè? Oh. En in het park zitten nog veel meer van deze punten. Nou, kom je dan? Oh, ja, kom je nog? We gaan weer verder. Nou, we hebben hem, de wonderlijke wandelroute. Dit is hem. En ik heb al een stukje gelezen, per ongeluk, sorry. Deze wonderlijke wandelroute is een wandeling langs de mooiste plekjes, attracties en diverse horecapunten van de Efteling. Ook komen leuke wetenswaardigheden en een stukje geschiedenis aan bod. Iets hoger, heeft dat? Ja. Het duurt ongeveer 3 uur om deze hele wandelroute te lopen. Maar je kunt er ook de hele dag over doen. Dit is afhankelijk van je tempo en het aantal attracties dat je bezoekt. Uiteraard heb je ook alle gelegenheid om tijdens de wandeling af en toe te pauzeren voor een kop koffie, lunch of diner. De route begint direct bij het Huis van de Vijf Zintuigen, de hoofdentree van de Efteling. Vervolgens staat beschreven hoe je het beste kunt lopen om optimaal van het attractiepark te genieten. Nou, we gaan eens even kijken. We gaan nu wandelen. Zien jullie zo. Fantasia! Symbolica! Ja. Wat heb je daar dan? Twinkeltoorts van Pardoes. Ik heb hem even uit zijn workshop gehaald. Oh, echt? Ik heb hem mijn naam opgezet. Nou is die van mij. Oh, goed zo. Gaan we weer verder? Ja. Oh ja, mooi even uit. Maar even verder met de wonderlijke wandelroute. Heb ik even voor de foto even onderweg. Zit in beeld. Even kijken, waar moeten we heen?
Steek nu de trein eens over. Je komt op de Pardoes promenade. Oh, we mogen dadelijk pas sprookjes volgen, duidelijk. Als je verder over de promenade loopt, kijk eens goed om je heen naar de waterpartijen met graskarpers en groen, waar elk seizoen andere bloemen te zien zijn. Natuurlijk kom je hier Pardoes, de gastheer van Efteling, tegen. Hij staat op de prachtige zonnewijzer. Er komt een bruidje aan, wat verschrikkelijk leuk. Dan gaan we gewoon stiekem filmen. Leuk, hè? Leuk, hè? Leuk. Waarvoor loopt die meneer helemaal vooraan? Dat lijkt wel een bodyguard. Is dat de bruid? Denk ik wel. Kijk, chagrijnig. Gefeliciteerd. Dank je. Gefeliciteerd. Een superleuke locatie. Trouw in de Efteling. Mooi hoor. Nou hè. Oh, dat gaat Lisanne ook doen, dat weet ik zeker. En nou lopen we op de promenade. Ben jij met de tuin? Oh, helemaal leuk. Ik hou ook van. Staat nou op beeld. En nou, wij staan nu bij de Pardoes promenade. Dit is het gedeelte geweest van het park. Hier begon het park mee met dit en het sprookjesbos. Wij lopen richting Symbolica. En vandaag ga ik mijn grote uitdaging aan, waar ik wel een klein beetje bang voor ben. Ik ga het sprookjesbos. Ik kan nog wel verstotteren. Het spookslot in gaan. Nou, dan gaan we verder. Nou, dan zien we. En dan krijg je een twijfelachtige mama die heel erg groot fan is van hertjes. Die niet kan kiezen welk hertje dat ze voor Wereld Natuur Fonds gaat adopteren. Er is gekozen dit hertje. Ja. De magische twinkeltoorts. In de van Fantasia. Lekkie. Symbolica Loop Fantasia. Mag ik eens proberen? Oh, 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 oh. Naar het water, naar het water. Oh, oh, oh. Oh, mijn lichtjes, zag je dat? Lichtjes? Ja, heel leuk. Oh ja, ja. Even serieus. Ja, bij deze, zo meteen. Oh. Nou. Ik denk. Hoe vond jij het? Het beeld van Pardoes. Hallo. Ik denk dat dat ook een punt is. Wat denk jij, wat vind je tot nu toe? Oh. We hebben al één gehad die doet het niet. We hebben nou één gehad die is. Ja. Oh. Wij gaan de uitdaging aan. Spookslot. Oh, oké. Okay. Je wordt een beetje wit. Daar, ik vind het ook fijn. Dat loop je normaal nooit tegen. Ik weet niet meer dan het bereik. Nee, inderdaad. Nou, we lopen weer verder. Naar Sjokken. Naar Sjokken dan. Nou, in ieder geval, de Efteling is vandaag tot 11 uur 's avonds open. Dus wij kunnen best wel lang in het park lopen. Leuk, 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 leuk. En wij hebben onze Efteling petjes voor vanavond alvast op. Want deze geven licht, die hebben we vorig jaar gekocht. En wij zijn de sexy. Kijk, we zijn een duo. De shutjes. Pantoetje. Ha! En wij gaan mijn favoriete onderdeel van het Efteling nou bezoeken. Sprookjesbos. Ga nog een keertje proberen. Hé, hey, mama, nou wel raak even. Ezeltje. Trekjes. Kijk, en weer? Ja, wel. Jemig, drie keer. Ah. Jij? Drie ezel. Ga jij hem vangen? Ja, kijk of mij lukt. Oh, moet je even de camera? Ja, even de camera, ja. Ik kan hem nog aan laten staan. Ah, bijna! Ja, ga maar kijken. Ik heb een andere, ik heb een paakje. Oh, kijk, nou. Drie ezels en een paakje. Dat is dit hebben we allemaal. Ezeltje. Oké. Stop. Bent u niet... Oh nee, ik vergis me. Neem me niet kwalijk. Zie je, hij zegt iedere keer wat anders. Hoi! Hij doet het alleen als je aankomt lopen. Doe het nog eens. Ja, u komt me bekend voor, maar zo bekend nou ook wie niet. Nou, wij zitten nu bij de Gulden Gaarde. Dit is een nieuwe restaurantgedeelte van Droomvlucht. Wij hebben tosties en die zijn heel leuk verpakt. Kijk, met een zegeltje van de bezorgkabouter. Oh, wat leuk. En we hebben nog één punt waar we de twinkeltoorts kunnen gebruiken in het fantasierijk. Dat hebben we nog niet gedaan, dus dat gaan we ook nog uitproberen.
En we zijn, dat was wel heel gaaf, mijn mama is Symbolica. Dat Symbolica, dat was het een paar keer dacht dat Twinkletoes een storing had, dat was niet zo. Hij wordt alleen op een aantal punten wordt hij pas geactiveerd. Dus dan gaat hij uit zichzelf licht geven. Nou, dat was echt heel gaaf om mee te maken. Echt. Nou, we zitten weer. Nou, we zitten nou in Gonden. Foto maken, dacht ik. Nee, op Dillema. We hebben nog een stukje. Wij zitten nu in Gondeletta. Heerlijk, even lekker. Allemaal toeschouwers. Voetjes van de grond. Vogels. Er zit allemaal één ernaast ons hier. Dus je achter ons zie je er een paar heen en weer komen. Heerlijk, zo lekker ontspannen tochie. We zitten heel gezellig naast elkaar. Ik wou met mijn benen voorin zitten, dat vond ik lekker. Volgens mij mag mama mij niet meer. Kijk, baby eentje. Kijk. Oh, die is raar. Die heeft een rare oma. Gatver. En gele ogen. Komt dat spookhuis. Oh, jongens. En oh, kijk, wij willen dadelijk... Dat ben ik lekker, een stom blondje. Ik wilde de... Je hebt dadelijk de parade, omdat het vandaag is. Je hebt die brug op moeten rennen en zo, en dan heb je het hier zo weer afgekund. Het is een challenge. Nee, mag niet. Nee. En dan mag hadden niet. We om 6 uur begint de parade. Als ik in het water zo de mieter, dat doe ik niet. En dat is wel wat er meestal gebeurt. Ja, dan had ik. Dat dak is hartstikke glad. Dus dat zodemiet je sowieso naar beneden. Ja. Maar ik had dus willen filmen dat de parade begonnen was. En dat begint nu net. En ik shit. Jammer. De parade begint bij het theater. En dan gaan alle artiesten zich verspreiden over de pleinen. Dus we komen alleen de artiesten die in dit gedeelte lopen komen hierheen. Bijvoorbeeld er weer om de parade te kijken. Hé, hebben we weer een excuus. Nou, en toen zaten we in één keer in een soort attractie waar we al heel lang niet meer in gezeten hebben. Ik was... 11 denk ik de laatste keer dat ik hierin gezeten. Hij gaat snel, vroeger ging hij niet zo snel hoor. Dit is de Lavelaar. Oh bah! En dit is het slakkentreintje van het volk van... Moet je kijken, wow! Het volk van Laaf. Jeetje, en jij wil niet in de Vliegende Hollander en zo. Jeetje, dit vind ik pas eng. Wow, we krijgen alleen maar complimenten trouwens van iedereen dat we leuke hoedjes hebben. Zo vroeger vond ik dit echt wel chill. Oh man, ik ben blij als ik eruit ben. Het is echt een wiebelige slak hoor, dit. Hoe heet dat? Trok. Maar kijk, je hebt vanaf hier wel echt vet mooi uitzicht op het park. Kijk, ja, hiernaast snelweg. Zit de snelweg. Hier rij je bijna normaal. Snel weg met de slak. We hadden een hele kronkelweg, hoe heet dat? Om erboven in de gedoe te komen. Nou zeg maar, als ze niet beter een lichtwerk bedenken. Laat nou zien wat we zien. Dit kijk, zien daar, we hier water. Oeh, dit zien wij. Zijn we er al? Ah. Mama zegt, jij durft de jongens en de draken vliegen de Hollander niet in. Nee, zeg, ik vind dit veel enger, zegt ze. Geweldig. Vroeger ging je zo in zitten zo en lekker chill. Dan kon dat je niks schelen, dan vind je niks. Dadelijk. Nou, hier zitten we dan. We zitten nu bij de Laplace, dus helemaal voor in het park. We hebben heel wat gedaan. We zijn nog in Symbolica geweest. We hebben de hofdans gezien, die hebben we vorig jaar niet kunnen zien, want toen waren we elke keer te laat. En we hebben een grote dans gezien op het Carnival Festivalplein. We zijn op de Gondoletta's in geweest. Dan zeg ik op zijn Symbolicaans. Fantasia, Illumina. Symbolica! En ik zeg bij deze, ik hoop dat jullie dit leuke video vonden. En alvast hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer!